Dit is deel 2 van de kooivuiven van Dick. In het eerste deel van de kooivuiven van Dick hebben we bij Dick thuis in zijn eigen tuin gekeken. In dit deel gaan we kijken bij een buurman van hem waar hij mee heeft geholpen om de vijven aan te leggen. Dit ziet er alweer een stuk beter uit. Inmiddels is Dick bezig met een nieuwe kooivuiven bij hem thuis aan te leggen. Veel plezier! Nu zijn we bij onze buurman. Die hebben we een maand of drie geleden begonnen met een nieuwe vijver te bouwen voor hem. Want hier stond eerst de hele vijver. De schuur stond aan deze kant. Alles stond aan deze kant. We hebben dus alles verbouwd deze kant op. Deze vijver is dan geworden 1,60 meter breed. Hij is 2 meter lang. Hij is 1,80 meter diep. Dit is met bodemdrain, een wandskimmer. Deze wordt dus, het water komt dus terug via lucht, alleen maar lucht. Het filtersysteem zit hier binnen. Na een paar opstartproblemen is ook deze vijver is nu weer prima in orde. Je kunt het ook zien aan de plantjes en zo. Het moet allemaal nog, het is allemaal jong aanwas. Het moet allemaal lekker groeien en bloeien. We hebben een stenen bak helemaal gemetseld. We hebben allemaal isolatiemateriaal tegenaan gedaan. Daar hebben we vijverfolie tegenaan gedaan. Ja, het is even, ik zeg het wel snel, maar dit heeft toch minimaal een week geduurd voordat we de bak gegraven en gemetseld hadden. Ook hier hebben we veel kleigrond en met grondwater te maken. Nou, en we hebben, hij is opgemetseld uit betonstenen gewoon. Die was fijn mooi. Wat waren de opstartproblemen? De opstartproblemen waren dat we een giganitrietpiek erin hadden. En door middel van veel verversen, veel bacteriën erin gooien en heel veel hopen en toch het weer meegehad te hebben, is het nu perfect. Het heeft ook een x-aantal vissen gekost, die grap. Er zijn er een paar dood gegaan, jammer genoeg. Maar deze vissen die je hier ziet, die zaten er toen ook in. En die hebben alles keurig netjes overleefd. Ook de kooidokter is hier 3 keer geweest. En die heeft nu geconstateerd dat alles perfect in orde is. Maar ja, de nitrietpiek, ja, dat is gewoon een verschrikkelijk iets. Waardoor, weet je waardoor het kwam? Waar het opstartprobleem, omdat wij het filter heeft net te lang buiten gestaan. Ze waren niet vlot genoeg met het filter weer terug te plaatsen. En daardoor zaten de bacteriën die erin zaten, er zat dus helemaal niks meer in, want die waren allemaal dood. En dan kun je niet, normaal moet je zo'n bak een week of 3 laten draaien, zeg maar zonder visjes erin. Dat die bacteriën alles op kan starten.
daar hadden we de tijd niet voor. Dus we moesten wel en toen hebben we gegokt. Helaas, voor een paar leuke vissen dood. Maar het merendeel heeft het overleefd. En ze zwemmen perfect. En deze vissen zijn heel tam. Normaal komen ze altijd. Er zitten de mooie kohaku zit erin. Er zit mooi oranje in. Hier zit mooie sanken. Ja, hier zit ook van alles in. Hier zit ook een enorme steur in van 1 meter, rond de 1 meter 20. Er zit veel onderin. Sinds die vijver zo heel diep is, is hier heel veel onderin te vinden. Hij is er wel. En er zit een steur in van bijna een meter. Dus niet zo'n 98 centimeter. Deze vijver is 1 meter 80 diep. Dan zal ik even het filtersysteem laten zien. Niet erop letten op de rommel, we zijn echt hobby, hè. Jeroen loopt naar achteren, ga filteren. Daar zit ook een makkie in. Het is klein, maar het werkt allemaal. Dit is allemaal eigen bouw. We hebben alles gemaakt van Trespa. Ook hier wordt gefilterd met een makkie en de bewuste kniekousjes. Oma die heeft geen kous meer. Ook hier zit een 55 watt UV-lamp in. Het komt door de bodemdrain, komt het naar boven. Het gaat door het filtersysteem heen. En door middel van lucht op het eind pompen wij het gewoon weer terug. Iedere kamer wordt ook weer apart belucht. En we zijn gewoon nog steeds bezig. En de vijver is nooit klaar. Echt nooit. Maar als hij weer klaar is en je bent er bijna, dan bedenk je alweer van, hey, wat gaan we nou het volgende weer probleem weer opzoeken. Dat is dus de oude vijverpomp die we gebruikt hebben. Dat is een jongen die gigaveel aanstroming en 10.000 liter water er doorheen gaat. Maar dat gaat allemaal veel te snel. Dat is onze eiwitafschuimer, die hebben we er zo op gemaakt. Het werkt gewoon allemaal perfect. De filter wat je nu in zicht hebt, deze, dit is van onze bak waar onze jonge aanwinst in zit. Ze zijn er nog niet veel, maar ach. Er komt weer wat bij. Het zijn allemaal leuke jonge vissen. Die zijn allemaal van dit jaar. Er zit een mooie witte in. Er zit, er zit ook sanken en sakoi en kohaku en yamabuki. Utsuri zit hierin. Er zit zelf nog een soatje zit erin. Ja, hopen dat deze lekker... ook gaan groeien en straks toch in de vijver kunnen. De waterafvoer van het filtersysteem wat wij afvoeren om schoon te maken en of, dat gaat hier naar beneden de grond in en dan kunnen we de kraan openzetten en dan verdwijnt het zo in het diep riool. Dan hebben we een pijp gegraven naar het riool. Nou, dat verdwijnt allemaal keurig netjes, nooit geen water hier binnen. Daar zie je de pompen staan, de luchtpompen. Die COVID 30 die zit alleen maar op een filterkamer en die andere die filtert, die blaast het water weer terug de vijver in. Nou, we hebben zelf een schakelpaneeltje gemaakt. Nou, je ziet het, ze zijn altijd lekker aan het hobbyen.
die waterpomp blaast uit al het water. Die blaast het water terug de vijver in. En dan kun je aan de andere kant van de muur kun je zien, het komt er met lucht en al komt het heel zuurstofrijk water komt weer terug de vijver in. En de doorstroming is gewoon perfect. Die pomp plaatst al het water in de vijver. Ja. Ja, dus je zit verder geen pomp, niks op. Alleen de lucht. Ja, heel zuurstofrijk water, schoon water komt weer terug de vijver in. En ook hier wordt het nitraat en nitriet goed afgebroken. Dus en het water, ja, dat halen we omhoog door middel van de bodemdrain en de wandskimmer. En het voordeel van dit systeem is, je hebt geen enkele draadje of snoertje of buisje. Je hebt helemaal niks in jouw vijver zitten. Vijver is vijver en de vissen hebben nergens geen last van. Er zit wel een snoertje in de vijver 1. Er zijn gewoon bikkelharde stenen. Het water heeft weinig kans om daardoor te gaan. De bodem hebben we zeg maar, groot, deze 30, 60 bij 40 tegels neergelegd. We hebben een piepschuim ligt er allemaal overheen en een betonvloertje gestort. Waar de, weet dat, de bodemdrain in zit. De bodem loopt een beetje taps toe, dus alle vuil kan naar de bodemdrain toe. Op de bodemdrain hebben we een luchtschijfje geplakt van 8 centimeter. Die staat lekker te draaien, dus doordat die op hoog borrelt gaat toch het vuil richting de bodemdrain. Als het goed is, als we goed bedacht hebben. Dus ja, dit is een heel eenvoudig gebeurd. Het vijverfolie is de oude vijverfolie van de oude vijver, die hebben we hergebruikt. En dat zeg ik nogmaals, de stenen hebben we gratis, ja, hebben we een zaterdag moeten zweten om uit de tuin te halen en hier weer naar binnen te brengen. En toen hebben we ze gaan metselen. Dus we hebben alles hergebruikt en ja, het staat en het draait en het gaat als nu, het gaat perfect. En al die ideeën, waar heb je die dan vandaan? Wij kijken heel veel, we zijn met z'n tweeën altijd, ja, ik zit in de bouw, hij zit in de bouw. We bedenken alles samen. We kijken heel veel op kooiforum. We zijn heel veel op internet aan het kijken. Van joh, stuur elkaar als ik weer iets nieuws vind. Stuur ik snel naar hem toe, naar mij. Of we lopen even naar elkaar toe. Joh, heb je dat en dat al gezien? Nou, dus, ja. Zo bedenken wij gewoon de dingetjes. En we proberen zo goedkoop mogelijk de spullen in handen te krijgen. Zoals kimmer, als bodemdrain. We gaan niet zomaar naar een of andere winkel en ik zeg, moet dat en dat moet ik hebben. We gaan eerst vragen van joh, dat en dat heb ik nodig. Wat kost het hier? Meestal doe ik alles via de mail. Wat kost het hier? Kun je een leuk prijsje voor me maken? Nou, en doordat je dan samen doet, kun je heel veel dingen veel goedkoper inkopen. Dus, zeg maar even als, voor het idee, afgezien van de tijd, hoeveel ben je dan kwijt aan de kosten voor zo'n vijver plus het hele systeem? Deze vijver, die kost zo rond al met al, zo tussen de 450 en 500 euro. Maar dan heb je alles. Hè. De filter is gemaakt van Trespa. Die hebben we ook tweedehands. Stukjes overgebleven, meegenomen. Ook van mijn werk, die wou ze weggooien. Uit de stortbak weggehaald, meegenomen, schoongemaakt. We hebben alles meegenomen. Je bent gewoon bijna een jaar eerst aan het verzamelen. En dan kunnen we beginnen. En dan ga je ideeën in. Van idee komt een ander idee. En van dat andere idee wordt het nog weer anders. En tijdens het bouwen krijg je nog een ander idee. En dit is het resultaat. Dit hele systeem draait nu ongeveer 2,5 maand, zoals hij nu is. Nou, het gaat gewoon heel goed. Je ziet het zelf, vissen zijn levendig, ze komen, ze eten, ze schooien. Ja, het gaat gewoon allemaal perfect. Ze willen graag bij je zijn. Ja, je kunt, het enige wat we nieuw gekocht hebben is deze leistenen. Die zijn nieuw aangeschaft. Die was tweedehands was niet echt mooi. En de rest is allemaal hergebruik. En ja, en die stenen keien, overal vind je wel een steen en een keien. Dat moet je gewoon meenemen. Stekjes van planten vragen aan die en stekjes van daar. Ja. En worden wel eens de schooiers genoemd. En dan zeggen ze van, joh, daar komen die schooiers weer aan. Wat moet je nou weer hebben? Nou, het is wel altijd leuk. We worden altijd geholpen.
En zo kun je de kosten toch een beetje in de hand houden en zo blijft het leuk. Ja, dus je hoeft allemaal niet veel te kosten. Nee hoor, echt niet. Je kunt zelfs, ik heb een voor mijn vijver die er nu is, heb ik een hele zaterdag, heb ik die vijver bij die mensen uit de tuin weggehaald. En daar, die mensen hebben nieuwe tegels gekocht. Dan heb ik alles nieuw gelegd en zo heb ik hem gekregen. Inclusief filter. Dus ik heb, mijners kost het helemaal niks. En daardoor ben ik weer met die grote filters ben ik weer gaan samen. Nou, die drie bakken met de spullen erin en alles zoals ze nu staan, die heb ik gekocht op Marktplaats voor €50. Ja, je moet een beetje mazzel hebben, hè? Maar ze hebben mij wel mijn hele winter en bijna een half voorjaar in de tuin gestaan. Dus dat mijn vrouw zei, wat moet je er toch mee? Ik zeg, joh, ik heb nog even geen tijd, laat me even. Ik moest weer een pomp hebben, ja, en die pomp heb ik dan ook weer tweedehands gekocht. Nou, en die heb ik dan eerst weer in een chloorbad gedaan, maar ja, ik wil het toch allemaal schoon hebben. Dus ja, het heeft gewoon even tijd nodig. Je moet niet overhaasten. Je moet niet willen haasten van, oh, nu moet ik een vijver bouwen, ik moet nu steen hebben. Ja, dan moet je betalen. Dan moet je, maar als jij het ervoor over hebt om een zaterdag met je buurman of met je vrienden een zaterdag iets stenen te gaan halen bij iemand uit de tuin, bij jou te gaan opstapelen en vervolgens een gat gaan graven met z'n allen en daarna je steentjes gaan metselen en je vijvertje, ja, je moet geluk hebben met en je vrienden en je buren. Ja, dan kom je gewoon een heel eind voor weinig geld. Je vrouw dacht van wat een rotzooi allemaal, maar er zat een heel duidelijk plan achter. Ja, mijn vrouw die dacht echt van, nou, als dit wat moet worden, dan waar ik nu sta, hier, stond het, de aarde was echt zo hoog. Hier overal tegenaan, het was één bouwput. Nou, zo heel langzaamaan. Zo van de ene op de andere dag, en dan kwam ze wel weer eens thuis en dan was de aarde was weer weg. Ja, die was weer opgehaald. Ja, je moet wel even de tijd hebben om dat allemaal even weg te brengen. En ja, nu zijn er nog een paar dingetjes, nou, dan moet er nog opgeruimd worden, maar dat gaat heel langzaamaan. Dit draait, dit is veilig. De vissen die hebben voorop gestaan ten alle tijden. En we hebben er ook alles aan gedaan om alles bij elkaar te houden. Het is helaas niet helemaal gelukt. Ja, en toch, ja, voor ons is het zo, de vissen gaan voor. Niet voor het gezin, absoluut niet, maar ze zijn wel een deel van het gezin. Want ook mijn vrouw die totaal niks met koois had, geeft nu ook voer. En ook mijn dochter die vindt het geweldig. Zit ook op het randje en de vissen komen ook. Zit zomers ook met de voetjes in het water. En dan komt die grote kooi van mij, die komt eraan en die sappelt aan een teentje en dat vindt ze geweldig. Ja, en een kooi is niet zomaar een vis. Een kooi is gewoon, ik noem het gewoon een huisdier, alleen het huisdier is buiten. Het zijn gewoon supervissen, je krijgt een heleboel voor terug, echt. Ja, het is duidelijk, je zit hier bij echt vanavond. Ja, mag je stellen. Wij doen er gewoon heel veel voor en we doen er zoveel mogelijk aan om het aangenaam voor hun te maken en zo schoon mogelijk. En daarvoor zijn we altijd maar bezig, altijd testen, altijd de boel in de gaten houden. Nou, ze krijgen gewoon allemaal goed voer en als jij 3 kilo koopt voor €15, geef gewoon 2-3 tientjes meer uit voor diezelfde 3 kilo, doe ik een heel jaar over. En dan heb je gewoon topvoer en waar de vissen gewoon goed mee gaan. En niet te veel kleurvoer geven, want ja, daar wordt je water gewoon heel vuil van. Deze krijgen absoluut geen groeivoer en geen kleurvoer. Deze krijgen alleen maar, net als bij mij, ze krijgen de Hikari Gold en de Economie. En ook hier krijgen ze gewoon lekker garnaaltjes. Wat ze willen eten, krijgen ze gewoon. Lekker broodje en soms krijgen ze een snoepje omdat onze dochter nog wel eens wat laat vallen. Ja, nou ja. Ze gaan er niet dood van. En de een kan zeggen het is niet goed en de ander kan zeggen het is wel goed. Hier gaan de vissen ook goed. En dat is voor ons belangrijk.